Ondanks dat Jo Jansen van Gewoon Nijmegen 1870 stemmen behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen, stopt hij als raadslid. Jansen draagt het stokje over aan de nummer 2 van de partij, Ton Roes. Gewoon Nijmegen verloor afgelopen woensdagavond één van haar twee raadzetels. Jansen ziet het niet zitten om als eenling in de gemeenteraad te zitten. Als Gewoon Nijmegen minstens twee zetels had behaald, dan was Jansen doorgegaan. Ton Roes zal vanaf nu in zijn eentje de partij leiden ja, nou ja, wat wij normaal hebben gedaan, hebben we ook normaal gedaan, oké. Okay. Het zijn nieuwe partijen bijgekomen, ook wacht even voor de dieren ook, hè. Mensen zijn ook gek op dieren. Ik ben ook gek op dieren, hoor. Dan moet je rustig van mij aannemen. Wat je ziet wel, als je mijn foto's ziet op Facebook, dan sta ik ook met hondje op. Dus ik ben heel gek op dieren. Dus die kunnen ook van ons weer wat afgesnoept hebben. Maar ja, zo gaat het overal. De ene vier jaar zo aan de andere vier jaar zo. Je ziet het wel van de andere partijen. De ene had erbij gekomen en de andere zijn eraf gegaan. En zo moet je mij ook zien. Ik vind het heel gewone hoor. Ze hebben natuurlijk na die twaalf na die jaar... Hebben ze duurlijk, ja, wat ik al zeg. Opa had erin gezeten natuurlijk. Hè. Uh, dierenpartij. Ja, maar die zitten te vissen in onze vijver. Huh? Zo, zo is het eenmaal. SP, die had er ook drie verloren. Nou ja, ik vind één nog niet zo gek. Ik denk, we leggen er allemaal uit. Ja, voor mij is het zo dat ik, dat ik als ik er twee zetels had gehad, dan had ik wel in de raad blijven zitten natuurlijk. Maar ik kan niet, ja, ik ben er ook 76 inmiddels. Ik ga niet in de raad zitten met mijn eentje. Ik zou het niet meer aankunnen. Nou, ik denk dat ze wel op mij hebben gestemd. Jo Jan is in Nijmegen. Kijk, als je vroeger wat uitgehaald had, door de mensen persoonlijk, biet dat dat of zo, ja, dan zien ze niet staan. Hè. Dan weet de pers wel uh, een, uh, eventjes uit te zoeken, natuurlijk. Hè. Maar in feite hebben de mensen toch wel uh, iets met mij op. Want anders zou ik al de eerste jaar eruit zijn. Dan zou ik er nooit geen 16 jaar volhouden daar. Nee. Dat vind ik persoonlijk. Maar ik vind het geen verkiezingsbedrog. Want ik had maar twee en ik kan de hoeken zitten. Als het voor het geld had moeten zijn, had ik hem moeten gaan Als het voor het geld had moeten zijn, dan had ik er gezeten natuurlijk, al is maar één zetel. Maar het is zo tot wij namelijk gewoon erbij zitten en tot uh, Ton Roesie overneemt. Ja. Snap je? Dus in feite zie ik het niet als kiesbedrog, hij zit er nog steeds in. Ik zit in de fractie en ik ben nog steeds leider van de club. Ja. Dus dat zie ik niet als verkiezingbedrog. Maar je had er altijd mensen bij, natuurlijk. Je zei, ah, oh, verkiezing bedrog. Nou ja, dat is wel lekker lullen. Ik heb 2000 stemmen gehad. Hè? Dus, dus verkiezing we weet ik maar. Ik zit daar nog steeds in. Dus 1860 stemmen, geloof ik, had ik zoiets hoor. Heb ik gezien namelijk. Maar ik zie dat niet zo zitten. Tot ik er nog in blijf, ga ik weg, is het toch een ander verhaal. Maar als je 76 en je had er 12 jaar gezeten, heb ik het wel gezien. Wel als ik er twee had gehad, wat ik al zeg. Die man die er nou zit, kan het heel goed verwoorden hoor. Die tongroes, je kan er heel goed voor. Dat zul je nog wel merken. Nou, dan ga ik toch lekker in de fractie zitten. Vier jaar, misschien krijgen we wel twee Ik weet het niet. Dat zal een man leggen.